Het ongeluk gebeurde op 21 mei 2014. Op de velden van voetbalclub SC Twizel wie op die dag een groot korfbaltoernooi voor basiskwallen. Ben klom op de dugout die daarna instwarten. Het tienjarige Irza de Bruin kwam om het lippen. Vier voren ben rekken verwoenen. Mensen die dat zien haar krijgen nou een skeervergoeding. In dit geval gaat het erom dat er op de dag waarop de dugout instortte en er kinderen onder de dakplaat terechtkwamen, dat er meer dan 1000 mensen op de been waren. Dat waren hoofdzakelijk kinderen. En een groot aantal van die mensen hebben dat ongeluk of direct gezien, of ze zijn nadien daarmee geconfronteerd geweest. En die mensen die lijden dus allemaal schade, en dat hebben wij opgevat als shockschade. De takkenning van de shockskeer is dient door een zogenaamd bindend adviseur. Zijn oordeel is definitief. Er komt geen rechter meer aan te pas. Poortman verwacht het nou nog meer claims. Nou, wat ik van mijn cliënt heb gezien en heb gehoord, en dan met name ook van de kinderen, dan kan ik mij niet voorstellen dat er onder al die mensen die daar toen waren niet nog meer mensen rondlopen met zwaar geestelijk letsel. Dat kan bijna niet anders, want er zijn zoveel mensen geweest die hebben gezien wat daar zich heeft voltrokken. Het Openbaar Ministerie zal de voetbalclub SC Twizel vervolgen omdat het ongeluk hard te verwijten valt. Wanneer de zaak tjennet, is net bekend.